Zaterdag was het Super Saturday bij SV Venray. Een dag vol feest en plezier voor alle leden van de Venrayse voetbalclub. De zaterdag is natuurlijk heel mooi om juist dan heel veel mensen uit te kunnen nodigen. Dus we hadden al in een vroeg stadium hadden we eigenlijk de wedstrijd van Heren 1 al verzet. En toen dachten wij van ja, hoe mooi zou het nou zijn om eigenlijk over de hele dag, dus zowel 's ochtends met onze jeugd, als zeg maar met oud-profs hier op dit prachtige hoofdveld en oud-veteranen en oud-spelers van SV Venray, tot aan die wedstrijd van Venray 1, om nou gewoon iedereen uit te nodigen en vandaag een hele mooie Super Saturday te beleven. Dus proberen we vandaag te realiseren met elkaar. Ja, we staan hier en de oudjes die gaan, met alle respect, die gaan zo meteen beginnen. PSV, hoe komen jullie eraan? Nou, we hebben natuurlijk een heel mooi contact met Edward Linskes. Dus daar is het eigenlijk gestart. En daarna hebben we met Stan Valks contact opgenomen. We hebben ook via Norbert van Haren hebben we eigenlijk wat mensen benaderd en gevraagd van goh, vind je het nu leuk om hier gewoon weer, net als vroeger, een wedstrijdje te komen spelen? En ja, in voetbal, het verbindt, voetbal verbindt. Dus het gaat generaties lang door. Dat zeggen wij eigenlijk ook in onze slogan. Hè? FC Venray is voor iedereen en voor altijd. En dat betekent ook dat deze oud-profs het super leuk vonden om hier vandaag te zijn. Om gewoon dit met ons samen te beleven. Naast Linskes en Valks betraden onder toeziend oog van coach Ernie Brands ook oud-PSV'ers Dirk Marcellus, Tommy van der Leegte en Jonas Kolka het veld. Aan Venrayse kant was Jan Poels aanwezig in het dugout. Hij was een van de oudgedienden uit het team van 1989. Schitterende tijden. Ja, het is ook leuk om die jongens weer bij elkaar te zien. Het is allemaal natuurlijk niet even soepel, maar er komen gewoon natuurlijk weer verhalen van 34 jaar geleden komen erboven. We hebben een fantastische tijd gehad. En als je ze nou weer op het veld ziet staan, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja, want die was een speler en als coach. Heel succesvol, heel actief. Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, dat was een hele mooie periode. Ik heb hem blij dat ik er mee mogen maken. Ik heb 13 jaar hier in het eerste elftal gespeeld. Daarna nog in 2 periodes, 10 jaar trainer van Venray 1. Dus mijn hart ligt natuurlijk hier bij de club. Dus het is altijd leuk om hier te zijn. Ik ben de laatste tijd te weinig geweest. Maar ik ga zeker wel vaker hier komen. Het gaat ook heel goed met de club. Het is fijn om te zien. Dus er zitten we leven in. Er is allerlei dynamiek. Dus het is gewoon heel fijn om er vandaag weer bij te zijn. En leuk dat wij als oud-corrivee hier ook voor gevraagd worden. Dus dan heb je in ieder geval nog het idee dat je ook er nog een beetje toe doet. Ja, en dat betreffende jaar, hoe kijk je daarop terug? Want dat was een heel succesvol jaar. Ja, we hadden toen een fantastisch team. We hadden toen een hele goede mix van Venrayse jongens die al jaren samen speelden. Daar kwamen een aantal jongens terug. Een Noutje Jansen kwam terug van betaald voetbal. John Wievermans kwam er toen bij. Rob Meulendijk vanuit het Gelderse. En opeens hadden we een team. Ja, dat klikte als een klok. En dat was wel echt niveau over te spelen. We hebben toen ook legendarische bekerwedstrijden gespeeld. Tegen Roda, tegen Vitesse, tegen AZ. Ja, dat was wel echt niveau. Maar dat was een geweldige groep. Goede voetballers, maar ook een groep die gewoon heel lekker in elkaar zat. Fijne jongens allemaal, kon het goed bij elkaar vinden. Dus het was een hele mooie tijd. Ik had het niet willen missen. Ja, de derde helft was toen belangrijk, maar ik denk vandaag ook. Het zou zo eens kunnen. Het zou vanavond wel eens laat kunnen worden. Dus we hebben hier straks aansluitend hebben we een mooie barbecue met een drankje erbij. Daarna gaan we natuurlijk straks ook naar Venray 1 kijken. Dus het zou zomaar eens kunnen dat we vanavond laat hier blijven. Maar dat mag ook wel een keer, want we hebben elkaar lang niet meer gezien. Dus dan is het ook wel toegestaan om weer wat langer bij elkaar te zijn. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Ja. Gaat dit een terugkerend gebeuren worden? Jaarlijkse traditie? Nou, we willen in ieder geval altijd in deze periode een groot evenement neerzetten. Hè. Het is geboren ook vanuit ons commerciële programma, waarin we met sponsoren begin van het seizoen, in het midden van het seizoen, we hebben netwerkavonden, maar we wilden ook heel graag in de maand mei, want dan hoopten we althans mooi weer, dat is nu gelukt, om een groter evenement neer te zetten en dan ook meteen de hele vereniging daarin mee te nemen. Dus als het aan mij ligt, doe ik het volgend jaar heel graag nog een keer. Ik denk en ik hoop dat het iedereen heel erg gaat bevallen. En dan hoop ik dat wij met z'n allen weer de schouders eronder kunnen steken en dat gewoon nog een keer doen volgend jaar. Ja, absoluut. Hey, Morrie! Hey!